lengte is normaal. Dank je, Blondie. Laat hem nu maar los, hoor. Ja. Graaf Gabor, ik heb nu de diagnose vastgesteld. Die diagnose schrijven we meteen in het grote pijntjesboek. Het is een geval van de natte slapheid. Door het water wordt je karton zo slap dat je niet meer rechtop kunt staan. Het enige wat we kunnen doen is zorgen dat je weer helemaal droog wordt. Ik moet alleen bedenken hoe. Goed gedaan, Donnie. Het ligt zo hoog dat je vast vanaf daar de hele wereld kunt zien. Ik weet het. Eerst maak ik deze knijper aan je vast. Graaf Gabor, de geweldige, draag toch geen watknijpers? Nu is het genoeg, graaf. Ik snap dat het niet leuk was om nat te worden. Maar Doc doet er alles aan om je te helpen. En ze kan je niet helpen als je zo knorrig doet en niets toelaat. Nu is het klaar, stop eens met dat gemaar. Ook al heb je echt geen zin en een beroerd humeur. Dus weg nu met die frons en weg eens lief naar ons. Dus dat het helpt? Ha, gewoon wat vrolijkheid. Je krijgt meer gedaan met wat positiviteit. Lachen is gezond, dus wees geen moppertoon. Oké. Want een lach, daar knap je vast van op. Daar knap je van op. Jullie hebben gelijk. Ik deed heel vervelend. Het spijt me, iedereen. Ik zal wat vrolijker zijn vanaf nu. Dank je, Lammy. Je knuffels zijn echt geweldig. Doc, ik wil beter worden. Weet jij hoe ik beter word? Dit is mijn plannetje. Als we graaf Gabor aan de vlieger hangen, dan vliegt hij rond en droogt hij sneller dan... Sneller dan een bowlingbal? Of dan een zandtaartje? Dat bedoel ik niet. Sneller dan een flapperende vleermuis? Ja, dat bedoel ik. Je bent weer beter voor je het weet. En zo kan ik vliegen! Dat klopt. Maar eerst moet je verknuffelen. Dat doe ik, Doc.